weinig weten van de geschiedenis van het gebied, weinig weten van de geschiedenis van die Eerste Wereldoorlog, dan bent u echt zoekende. Dan komt u in stadjes als Albert. Ik geef u een briefje, als u het niet beter zou weten, u gaat dan misschien nog iets eten en daarna reist u snel door naar Amiens, want het is echt niks aan dat hele stadje. Als u dat ziet, het meest hoogwaardige restaurant was een van de veredelde shawarma tent, kan ik mij herinneren. En dan ben je dus zoekende en dan denk je, hé, ik ga naar het zonnegebied in dit voorbeeld, ik wil me daar eens verdiepen en kijken wat dat nu betekent heeft die Eerste Wereldoorlog, komt er niet uit. Wat de Fransen hebben gedaan, dat is eigenlijk hetzelfde wat wij hebben gedaan. Die hebben in het plaatsje Perron, dat is een iets mooier plaatsje, kan ik u aanraden. Die hebben daar een museum gemaakt, een Eerste Wereldoorlog museum. En niet met de bedoeling om al die loopgraven, al die plekken, al die prachtige begraafplaatsen die met name de Britten hebben gemaakt, aan de kant te schuiven. Maar om mensen een oriëntatie te bieden, een gids te bieden, om dat gebied in te kunnen gaan, om te begrijpen hoe je bepaalde plekken moet duiden, om te begrijpen hoe je alles in de tijd moet plaatsen, om te begrijpen wat het met mensen en het gebied heeft gedaan. Voilà, u merkt, het zit een beetje in de Franse sfeer. Daar zit de functie van het Bevrijdingsmuseum, Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, maar ook de functie van een infocentrum als deze. Met andere woorden, een infocentrum als dit heeft niet alleen de functie om die geschiedenis te laten zien, om een erkenning te brengen naar alle leed, ellende en oorlogsgeweld wat heeft plaatsgevonden, maar ook om ons en vooral ook om hoop ik heel veel mensen van buiten deze regio een gids te bieden om deze stad en deze regio in te gaan en iets wat meer te begrijpen van de geschiedenis van deze stad. Want als je dat weet, kijk je met andere ogen naar plein 1944. Als je plein 44 in Nijmegen noemt, dan zul je niet heel veel enthousiasme horen, is mijn persoonlijke gewaarwording. Er zijn heel veel plannen geweest, en sommige zijn ook uitgevoerd, om het plein wel anders te doen zijn dan het ooit was. Maar u moet wel beseffen welk vreselijk leed mensen kwamen toen in mei 45 eindelijk de definitieve vrede aan. Welk symbool ze wilden aanbrengen in de stad, wat er allemaal vernietigd was en wat er anders ingericht moest worden. Daar kwam dat plein en haar naam ook uit voort. En als je het zo gaat bezien, dan krijgt het toch, je zult het misschien raar vinden uit de mond van de eerste burger van de stad, dan krijgt het toch een bepaalde charme. Overigens, ik vind zoals nu is ingericht ook mooier dan die betonnen bak die we ooit hadden. Daar kon zelfs het grasveldje van Jacques Splinter geen verbeteringen aan brengen. Ja, gas vergaat ook op een gegeven moment. Hè. Maar dan ga ik dus toch anders kijken naar dat soort plekken. Dat geldt voor een heleboel plaatsen. Dat ook gebouwen die er helaas niet meer zijn. En niet in de laatste plaats ook mensen die er helaas niet meer zijn. Vooral voor hen moeten we het doen. De gedachtenis van al diegenen die omgekomen zijn tijdens de oorlogsgebeurtenissen. Hun nabestaanden, hun vrienden van toen die er hun hele leven lang mee hebben moeten dragen. Voor hen moeten we het ook doen om die nagedachtenis levend te houden en op een passende wijze dat herdenkingstoerisme hier ook invulling te geven. En dat kan ook heel erg goed, want tenslotte zou ik zeggen, het infocentrum komt natuurlijk ook in een tijdvak waarin we meer dan ooit terugvlikken. Elke herdenking roept meer mensen op, brengt meer mensen op de been, geeft meer belangstelling. Kijk alleen maar naar de belangstelling die we de afgelopen week hebben mogen ervaren vanwege de 75e herdenking van dat bombardement 22 februari. En daarmee trappen we ook, zou je kunnen zeggen, dit bijzondere 75e herdenkingsjaar in deze regio af. Ik hoop dat het infocentrum daar een goede rol in gaat spelen. En gezien de deskundigheid en alle betrokkenheid van mensen erbij, heb ik daar het volste vertrouwen in. En ik hoop ook dat het een mooi begin wordt van een gedenkwaardig jaar, waarin vele mensen, ook van buiten deze regio, kennis zullen nemen van de geschiedenis van deze regen, de steden, de dorpen en de mensen die hier nu nog leven. Mag ik iedereen danken die hierin heeft bijgedragen om het mogelijk te maken. Ook fantastisch dat het op deze locatie komt voor de niet-Nijmegenaren onder u. Dit is wel een heilige grond, als je het zo moet kunnen zeggen. Nou ja, bijna dan, Valkhoven is eigenlijk echt de locus waar het om gaat. Want hier is de stad begonnen. Op de Valkhoven omgeving, daar zijn de eerste nederzettingen gebouwd. Waarschijnlijk zelfs al lang voor de Romeinen, maar dan ga ik me een beetje een apocryfe uitlating doen. Bert Veldhuis zit daar beter in, wethouder Bert Veldhuis.
Maar lang, waarschijnlijk lang voor de Romeinen, hebben de eerste mensen hier gezeten. Daar hadden ze hele basale redenen voor. Het lag iets hoger dan het water en zo, dus het was wel een veilig plekje. En de Romeinen hebben hier een eerste nederzetting gemaakt. En de rest is, zoals de schrijver zegt, geschiedenis. Dus het is ook echt een hele mooie, historisch verantwoorde plaats waar dit infocentrum plaatsvindt. We gaan er straks van genieten. En nogmaals, laten vele mensen komen en spreken het ook rond. Dank voor uw aandacht. Mag in meer dan 7 minuten aan besteden. Maar het is goed dat we het vandaag ook officieel open heilig om 2 redenen. De eerste ligt natuurlijk in de geschiedenis zelf. Het werd net door Wil Lenders al aangeduid. De gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog hebben tot op de dag van vandaag een betekenis voor deze stad, deze regio en haar bevolking. Daar is gisteren nog maar eens meer duidelijk geworden bij de herdenking van het bombardement van 22 februari. Ik verbaas mezelf nog elk jaar over, en nu ook bij de 75e keer, dat er mensen komen. Gisteren sprak ik bijvoorbeeld een vrouw uit Den Haag, die toen geleefd heeft, haar kinderen, haar klasgenoten heeft zien omkomen. En die komt dan speciaal voor die herdenken en die wil dan gewoon dat verhaal met je delen. Ja, dan heb je als burgemeester die Amstketen op, dus je bent wat dat betreft een gewillig slachtoffer. Maar met graagte moet ik u zeggen. Want het is heel bijzonder om te merken hoe dat dan mensen bezighoudt. Misschien houdt het ze wel nog meer nu bezig dan in die eerste jaren na de oorlog. Dat klinkt heel erg raar, maar dat hebben velen van u al eerder gemerkt. De verhalen, de persoonlijke verhalen, de grote verhalen en de connectie ertussen worden de hele dagen misschien meer verteld en gelukkig ook opgetekend dan wel gefilmd dan in de eerste decennia na de oorlog. En het toont aan wat voor een enorme ingrijpende betekenis die gebeurtenis heeft gehad op mensen. En dat is ook hartstikke begrijpelijk. Maar de betekenis gaat veel verder. De betekenis gaat ook verder. Het heeft het aanzien van deze stad en regio veranderd. Onze stad zal er nooit meer uitzien zoals voor 1944. En voor diegenen die zich dat niet kunnen voorstellen, zoals ik zelf, ik ben van een latere bouwjaar, zoals de meeste hier, die zal het misschien wat apart voorkomen. Maar je moet zich dat voorstellen dat een stad die eeuwen een bepaald uiterlijk heeft gehad, in een halve minuut dat uiterlijk verliest. En de rest is daarna gebeurd. De Market Garden operatie, de frontlijnperiode heeft de vernietiging nog verder opgevoerd in menselijke levens. En ook fysiek en vervolgens is de wederopbouw zeer begrijpelijk in die omstandigheden toen voor een andere insteek gekozen. En is de stad anders gebouwd. Iets wat we op meer plaatsen natuurlijk in West-Europa hebben gezien na afloop van de Tweede Wereldoorlog. En we moeten het dus wel doen met herinnering, met geschiedschrijving, met verhalen bij elkaar brengen. De weinige foto's en beelden die we hebben uit die periode. Daar ligt al een eerste betekenis van een infocentrum als deze. Ergens moet je dat bij elkaar brengen om het overzicht te houden. Ik ben zelf erg overtuigd geraakt van de noodzaak van een centrum als deze. En we hadden, zoals u weet, nog veel mooiere plannen. Maar wie weet komen die ooit nog wel een keer, zeg maar, een knip naar het Vrijheidsmuseum. Ik ben er zelf erg van overtuigd geraakt door reizen die ik zelf heb gebracht naar andere gebieden waar oorlog hebben. Ik noem het bijvoorbeeld het